Kijk, voor mij, de definitie van wat is geluk, ik kan er een paar antwoorden op geven. Eentje is, geluk is een beslissing. Mm-hmm. En geluk is de energie waar je vandaan komt. Dus geluk is niet wat daar is en dan. Geluk is wat hier is en nu en dat is mijn beslissing. Leuk dat je weer kijkt of luistert naar deze nieuwe aflevering van de Podcast of Hope. En vandaag hebben we in de studio de geluksman, Giel van der Linden. We gaan het hebben over hoe iedereen op de wereld zijn light switch aan kan zetten om gelukkiger te worden. Podcast of Hope, moving towards happiness. Nou, leuk dat je er bent. Ja, fijn, leuk om hier te zijn. Ja, ja. Ja, heel benieuwd. Jij bent de geluksman, dat is je titel. Mm-hmm. En onze podcast gaat over geluk. Ja, perfect, match made in heaven. Ja, meteen, toch? Ja. Wat houdt dat in als je de geluksman bent? Dat is een goede vraag. Zijn wij geluksmannen? Nee, wij hebben de titel niet. Oké. Okay. Ja, wat moet je doen? Is daar een opleiding voor? Ja, precies. Wanneer word je geluksman? Ja, bij mij is het de naam geluksman, die is me op een leuke manier aangesmeerd. Iemand begon mij zo te noemen. En ik vond dat vreselijk irritant. En dat komt met name omdat ik een enorme hekel heb aan woorden als geluksprofessor, geluksgoeroe en dat soort dingen. Daar voel ik me helemaal niet in thuis. Maar op een duur dacht ik, ach, geluksman, het pretendeert toch ook niks? Zo'n van geuzennaam. Ik heb hem als geuzennaam geadopteerd, ja. Enigszins met tegenzin in het begin, maar hij bleef het gewoon zeggen. Als ik de telefoon, als ik belde van, hey, geluksman. En toen merkte ik dat ik er ook wel vrolijk van werd. Ja, misschien was hij je naam gewoon vergeten of zo. Ja, precies. Nee, hij past wel bij me. Ja. Ja. En wat betekent het dan nu voor jou? Is het zo'n reminder om met geluk bezig te zijn? Is het, ja, wat laat het zien als het ware? Ik vind het eigenlijk wel een prettig woord. En het herinnert me aan waar ik voor sta, waar ik mee bezig ben. Ja. En het herinnert me ook vooral aan bescheidenheid. Ja. Dus in tegenstelling tot titels als goeroe of professor, wat ik niet wil zijn, wat ik ook niet ben, vind ik geluksman. Ja, een man is gewoon een man. Ja, ja, dus het is niet meer dan dat. Geluksmens, ja. Maar dus zouden wij ook geluksmannen kunnen worden. Het is gewoon... Ja, maar je hebt niet de goede vrienden blijkbaar. Nee, die je zo noemen, je kunt ermee beginnen. Ja. Nee, het is gewoon leuk. Ooit verzin ik een bijnaam voor je. Ja, toch? Ja, precies. Het is leuk. Maar hij schuurde in het begin wel. Ja, precies. Maar wel het werd met liefde gezegd. Dus, dat is het leuk. Als het niet schuurt, dan kom je er vaak ook gewoon niet op. Ja, het is misschien ook wel zo in het leven dat af en toe mensen dingen tegen je gaan zeggen die je zelf gewoon niet ziet. Ja. Die er misschien wel zijn. Dus misschien dat hij dat benoemde. Dus ik ben daar, Rien, zo heette die vriend, heel dankbaar voor. Ja. Ja. Dat is wel interessant. Misschien is dat ook wel een groot deel van de waarde van relaties. Dat ze de dingen zeggen die je niet ziet. Ja. Dat klopt helemaal. Kijk. Ja, een goede vriend is iemand die zegt wat hij vindt zonder rekening te houden met je gevoelige snaren. Ja. Nou, dat is vriendschap. Ja. Ja. Met respect natuurlijk, hè? Met vriendschap zeg je het. Uiteraard. Ja, anders blijf je geen vrienden meer. Nee, dan is het ook voorbij. Ja. Dan kun je één keer wat zeggen. Ja. Dan heb je één hele goede vriend gehad, voor heel even. Ja. Nee. Ja, tegen wie je komt wel eens mensen tegen die een slechte adem hebben. Maar wie zegt dat tegen je? Dat zijn toch hopelijk... Ja, dat vind ik lastig. Dat zijn je goede vrienden. Ik wil dat mensen dat tegen mij zeggen, maar ik zeg dat nooit tegen anderen. Ja. Want je wil toch niet iemand kwetsen. Nou, is dat kwetsen? Als ik een goede vriend van jou ben en jouw adem is slecht. Jij weet het niet. Ja. Maar andere mensen die je tegenkomt, deins terug. Het is een cadeau als ik het tegen je zou zeggen. Ja, precies. Ja, je geeft me de waarheid. Het is niet leuk. Wel een cadeau. Ja, ik vind de waarheid belangrijk. Dus als je mij de waarheid als cadeau geeft, daar ben ik dan heel blij mee. Maar het is toch, Ja, persoonlijk zou ik het ook niet eens van een vriend hoeven horen, hoor. Als iedereen het tegen me zegt, vind ik het gewoon prima. Nee. Je hebt er gewoon veel aan als iemand het dat zegt. Klopt. Ja, maar dus met respect. Zoals maar ik hoop dat je in ieder geval een paar goede vrienden hebt of vriendinnen die het zeggen. Ja. Want gewoonlijk zeggen we het niet. Nou, in dat geval... Ja. Ja. Nou, we toch hier zijn. En nu komt alles naar buiten. Ja, en dit. Ja. Ja. Nee, maar even over geluk. Hè? Over geluk. Ja. Zal ik beginnen met een verhaaltje? Nou, leuk. Vind je dat goed? Nou, ik graag zelfs. Ik heb wat meer verhaaltjes meegenomen. Dus dit gaat over een Japanse geluksman. Die heette Nanin in het verhaal. Dat was een Japanse leraar uit het Meiji-tijdperk. 19e eeuw. Die ontving bezoek van een professor van een universiteit die inlichtingen over geluk kwam vragen. Nanin schenkte thee in.
schonk thee in, sorry. Hij schonk het kopje van zijn gast vol en bleef doorgieten. En hij bleef doorgieten. De professor zag hoe het kopje overliep, tot hij zich niet langer kon inhouden. Het is al lang vol, er kan niks meer bij. Ja, zei Nanin, net als deze kop bent u vol van uw eigen opvattingen en bespiegelingen. Hoe kan ik u bijbrengen wat geluk is als u niet eerst uw eigen kop leegmaakt? Vind ik een mooi verhaal. Ja, is dat een bekend Japans verhaal? Het is een zen-verhaal wat ik naar geluk heb misbruikt. Oh, ja, mooi. Ja. Ja, want dit is je boefvitamine P. Ja. En ja, hoe zou je dat uit? Is dat een soort van verzameling van dit soort verhalen? Nou, dat is ook zo. Nee, het is mijn verhaal gelardeerd met dit soort verhalen, ja. Ja. Maar ik heb wel toen ik, toen ik jullie uitnodiging kreeg, dacht ik precies de juiste uitnodiging op het juiste moment. We gaan er gewoon echt een vette podcast van maken. Dus hij is voor mij ook heel spannend. Sowieso vind ik het natuurlijk heel spannend om gefilmd en opgenomen te worden. Maar ik ga ook een paar dingen doen die ik nog niet eerder gedaan heb. Oeh. Dus dat is aan jullie de eer. Kijk, ik vertel dit verhaaltje. Jullie hebben 109 podcasts. Dat is al over geluk. Ja, zoiets, ja. Jullie hebben alles al gehoord en vele dingen al 10 keer en 20 keer en 30 keer. Mijn verhaal is anders. Ik heb een ander startpunt. Dus ik ben radicaal ergens anders vertrokken als het over geluk gaat dan de meeste. Ik zal niet zeggen aan iedereen, dat weet ik natuurlijk niet. Ja. Een tweede is dat ik in deze podcast met jullie een weddenschap aanga. En niet alleen met jullie, maar met iedereen die luistert. Oké. Ja, €1000 valt het te verdienen. Wat? €1000. Het is een echte Het is opgenomen. Ja. En het derde is dat ik nog aan het eind, tegen het eind, moet je even in de gaten houden, heb ik nog iets wat nog niemand weet, wat ik hier ga vertellen. Oeh, een primeur. Een scoop. Een primeur vind ik mooi. Een scoop, denk altijd aan een ijsje, wat overigens een leuke gedachte is. Ja, ook mooi eigenlijk. Nee, ik wilde wel een lekkere vette podcast maken. Ja, dat staat veel interessants op het programma dus. Ja, er staat veel op het spel. Ja, zullen we dan beginnen met, geluk. Met dat, wat u als eerste zei? U heeft een ander startpunt. Jij hebt een ander startpunt dan het verhaal wat wij doorgaans horen. Ja, bedoel je een startpunt, soort van jouw reis, als het ware, in een soort van... Ja. De wereld van geluk? Of meer een soort van vanaf waar je geluk benadert? Ik denk beide. Kijk, mijn startpunt in geluk, los van dat ik het gewoon een geweldig leuk onderwerp vind. Mm-hmm. En niet alleen leuk, uiteraard. Beren relevant. Ja. Is dat ik begonnen ben met een verwondering. En met een vraag, een kweeste kun je ook zeggen, zou het mogelijk zijn om letterlijk de hele wereld als doelgroep te nemen? En ik geloof dat ik met jullie een partij heb gevonden die dat ook durft te zeggen. Dat doet namelijk niemand. Iedereen zegt wel, ik wil graag de hele wereld gelukkig maken. Maar ja, dat zegt mijn kleinkind van 4 ook. Dat is natuurlijk wil je dat. Maar is dat het onderzoek? Zijn wij in staat met alles wat we weten? Hè, er lagen net heel veel boeken over geluk. We weten alles al echt in 1000-voud. Weten. Over geluk. Jullie ook. Jullie hebben nu 100 gasten gehad. Je weet alles al. Ja, de theorie is bekend. Ja, je weet alles. Ja. Dus de hersenpan hoeft niet meer informatie te hebben. Dus hoe krijgen wij het nou voor elkaar? Ik, jullie, wij met z'n allen. Dat we het wereldwijd gaan doen. Toepassen. Mm-hmm. Dat we werkelijk, daadwerkelijk iedereen op deze aarde. En ik ben dan iemand. Het gaat om een kwestie, niet om een doelstelling. Ik rust niet voordat we onderzocht hebben of we de hele wereld gelukkig kunnen maken. En ik ben nu 10 jaar verder. Ja. Ik ben dicht bij de sleutel. Ja? Ja. Ga ik zo nog meer over vertellen. Maar je vraagt, dat is een ander vertrekpunt. Dus mijn vertrekpunt is niet iets van ik heb iets ontdekt en dan ga ik naar de wereld toe brengen. Mm-hmm. Mijn vertrekpunt is de vraag, kunnen wij met alle kennis die we hebben, daadwerkelijk de hele wereld gelukkig maken? Om 6 miljard mensen, ik weet niet precies waar we zijn, maar maakt niet of 9 miljard zitten we al. Ja, we zitten in een beetje zoveel. Ja. Dus ja, de wereld als doelgroep, daar zitten we hier voor. Ja, en je zegt... In Duiven. Ja. Al die kennis die er is, daadwerkelijk toepassen. Dat is een soort van de opdracht. Ja. Nou, nee, onderzoek. Dat is mijn ambitie. Oh, dus het is niet... Je hebt niet per se een plan van hoe we dit gaan doen, maar je wilt dus eigenlijk hoe we dit gaan doen. Ik ben met die vraag begonnen, zou kunnen. En ik vind die vraag zo machtig interessant. Ja, maar het lijkt me een hele moeilijke vraag. Want zoals je zegt, we hebben hier heel veel gasten gehad die praten over geluk. Maar je merkt wel dat bijvoorbeeld... Dat er wel verschil in zit tussen wat gasten zeggen. Ja. Qua bijvoorbeeld de ene die zegt, het is meer iets, bijvoorbeeld iets spiritueler. Het geluk zit meer in je. Iemand anders zegt,
Precies. Je moet de omstandigheden van je leven beter maken. Ja, en dan gaan we de mist in. Nee, want dat wilde ik inderdaad zeggen. Want daarmee gaan we de mist in. De meningen lopen zo uiteen. Want je zegt, de theorie is bekend. Maar er zijn ook wel te veel theorieën die dan niet helemaal met elkaar samen kunnen. Exact. En we doen het met kennis en we doen het met theorieën en we doen het met discussies en dat soort dingen. En dat verlamt ons enorm, want we gaan niet meer doen wat er wel moet gebeuren. Ja, dat is een beetje vergelijkbaar met keuzestress in de supermarkt of zo. Bijvoorbeeld. Ja. Ja, je kunt zeggen van, nou ja, goed, maar dat is mijn uitgangspunt. En ik vind dat gewoon hartstikke leuk. En het is zoeken naar de sleutel, dus ik ben niet begonnen. Ik had niet de oplossing, ik heb de vraag. Ja. Is er iets wat we in de wereld kunnen zetten, waardoor daadwerkelijk de hele wereld, nobody excluded, gelukkiger kan worden? En dat antwoord op die vraag is uiteindelijk pure eenvoud. Dus geluk is echt super eenvoudig. Dat heb ik ontdekt. En daar doen we heel ingewikkeld over, maar dat gaat ons niet helpen. Ja. Het wordt een academisch onderwerp. Ja, voordat een soort filosofisch academisch onderwerp. En dat gaat ons niet... Dat is wel best nuttig, hè? Ja. Dat is geen punt. Maar ja, maar dat informeert. Het is tijd om te doen. Ja, het is inderdaad heel typisch. Gewoon heel veel inderdaad over praten, heel veel over filosoferen. Ja. Maar de uiteindelijk gaan we niet zoveel meer doen. Ja, precies. Nou ja, ik heb die vraag gekregen. Het is niet zo, ik bedenk het, weet je. In mijn leven, dingen vallen binnen of schiet je er binnen, whatever het is. Ik ben echt 10 jaar vol mee bezig, mijn levenswerk, om deze vraag te beantwoorden. Niet zozeer om deze vraag te beantwoorden, om te kijken hoe ver ik kom met het beantwoorden van deze vraag. Dat vind ik echt heerlijk. Daarom vind ik de naam Geluksman ook best leuk. Want dat houdt me echt enorm bezig. En niet 24/7 gestrest. Absoluut niet. Integendeel zelfs. Ja. En dat vind ik mooi. En ik zit heel dicht bij de sleutel. Ik denk zelfs dat ik de sleutel heb. Dus nu is nog de taak. Hoe krijgen we die wereldwijd? Nou, daar kunnen wij nog wel eens iets voor elkaar betekenen, denk ik. Maar het is wel pure eenvoud. Dus weg van de complexiteit. Weg van de moderne theorieën. Weg van de filosofieën. Wat de wereld nodig heeft, is dat mensen iets gaan doen wat geluk brengt. Maar dus op de vraag, kan de hele wereld gelukkig worden? Denk jij dat het antwoord dus unaniem ja is? Ja, maar dat ik ook weet hoe. Ja, dat is belangrijk. Ja, precies. Maar je denkt ook wel dat het kan, ja. Ja, nee, ik ben ervan overtuigd dat het kan. Ik geloof erin. Ja, want voordat je vertelt wat van het eenvoudige antwoord is, hoe ben je daar gekomen? Want we hadden het net eens over die verschillende opties. Sta je als het ware op een kruispunt en je hebt een van die paden gekozen? Of heb je... Ben je compleet iets radicaals anders gaan doen? Ik sta niet op een kruispunt. Ik denk dat ik bijna op een eindpunt sta voor mezelf. Ja, maar hoe ben je daar gekomen als het ware? Eigenlijk door de vraag te stellen. Kijk, een paar keer in mijn leven heb ik dat wat er was. Ik gebruik heel vaak, ik doe ook trainingen en coachingen. Dat is zeg maar mijn vak ook van oudsher. Gebruik vaak het beeld van, je hebt in het circus heb je een trapeze. En iemand hangt daar zo aan zo'n stokje aan 2 touwen te zwieren. En dat is allemaal helemaal leuk en lekker. En het publiek klapt. En dan ergens in je ooghoek zie je ineens een andere zo'n stokje. Aan 2 andere touwtjes. Die bundelen er ook. En als je heel veel kijkt, staat daar je naam op. En dan denk je ineens, shit, ik geloof dat ik dit stokje los moet laten. En dat andere stokje moet pakken. Ja. Maar één ding wat niet werkt, is proberen beide stokjes vast te houden. Ja. Je moet dus één moet volledig committed zijn. Eentje los, voordat je de ander vast kunt pakken. Ja. En in mijn leven heb ik een paar keer gehad dat, dan kan ik terugkijken, zo om de 10, 14 jaar, dat alles wat er was wegviel. In de positieve zin, hè. Ik heb het niet over drama's en dat soort dingen, maar gewoon, weet je, dit is klaar, maar ik weet nog niet wat het wel wordt. Dus eerst zeggen, dit is klaar, en ik weet nog niet wat het wel wordt. En dan een vraag stellen. En zo ben ik in 92 met een kinderkasteel begonnen, samen met mijn vrouw Meerke, met mijn geliefde Meerke. Die af en toe hier op het scherm voorbij komt. Mooie grijze seniorenvrouw. Prachtig. Aan een ijsje in Limburg, waar ik woon. Dat is wel een opperste moment van geluk. De combinatie van mijn vrouw en ijs. Scoop. En de zon. Scoop, ja. Scoop, ja. Ijscoop. 14 jaar kinderkasteel gedaan. Ook daar een punt achter gezet. Een paar maanden gezegd, dit is eindig. Dit hebben we zover gebracht als het kon. Op een moment zaten we weer met zo'n soort... Ik zeg altijd, je hebt een soort leeg flip-overvel op tafel liggen. Alles kan. Alles kan. Weet je? Nou, dus je kunt from scratch weer een nieuw ontwerpen. Ja. En zo zijn we ook met deze vraag begonnen. Is het mogelijk om de hele wereld gelukkiger te maken? En dat is natuurlijk, weet je, alles in mijn hersens toen ik het zei. Ik zei het hardop. Ik wou het eigenlijk niet zeggen, maar mijn mond zei het. Toen met Meerke. Had ze dat kan niet, joh. Gek. Ja. Niet de hele wereld gelukkig, maar wie ben jij? Dan komt al de hulp eraan. Wie ben jij, Giel? Weet je wel? Ja, ik denk dat heel veel mensen dat zeggen. Ja, is toch ook idioot? Ja, als je, ja, het is wel idioot. Is een idioot. Nee, ik bedoel, voor rationele... Ik heb ook natuurlijk een heel logisch rationeel... Maar ik denk, ja, maar
het rolde wel over mijn lippen. Mm. Het kwam wel over mijn... Weet je, ik had het niet bedacht, maar ik zei het wel. En ik werd er heel vrolijk van. Dus het is een soort en absurd en... Laat ik het eens onderzoeken. Nou, zo ben ik begonnen en... Dat is op zich een verhaal, maar ik denk dat het te lang is voor dit stuk. Maar ik ben verschillende dingen bezig. Ik ben met een format bezig geweest. Ik ben nog met iets anders bezig geweest wat me nu niet te binnen schiet. Uiteindelijk ben ik op het pad gekomen waar ik nu zit. Ja. En het is vooral... Nou, het is vooral misschien ook wat ik net in het verhaal zei. Zo open mogelijk denken. Ja. Dus niet in... Want kijk, als de oplossing er was, dan hadden we al lang uitgevoerd. Dus... Daar waar andere mensen aan denken zijn, daar ben ik ook radicaal anders. Als de meute die kant op loopt, dan denk ik, nou, dan zal daar het antwoord wel niet liggen. Ja. Of ze zijn nog niet ver genoeg gelopen. Zou kunnen, maar ik heb het gevoel dat ze er nooit zullen komen. Ja, okay. Dus dan ga ik daar kijken. Ja. Dus het is veel meer waar je vandaan komt. Ik ben heel radicaal, letterlijk. Hè? Radicaal, radix, Latijn is wortel. Ah. Dus radicaal betekent letterlijk, los van hoe het gebruikt wordt, is dat je iets bij de wortels pakt. Hmm. Nou, en bij de wortels van geluk zit iets heel anders als waar wij allemaal zitten te zoeken bij de stengels en de bladeren en de takken en daaruit. Dus ik zit daar te peuteren. Juist. Ja, want als ik dit zo van probeer te begrijpen, of misschien in een andere context plaatsen, mensen zeggen vaak dat geluk niet datgene is waar je direct naar moet streven, maar een bijproduct is van een bijproduct is van iets. Is dat een beetje wat jij bedoelt? Of je pakt het bij de wortels en dan wordt men gelukkig in plaats van dat je op het geluk focust? En als dat niet zo is, waar zitten dan die wortels van geluk? Nou, geluk... Kijk, ik vind het heel mooi. Jullie hebben als one-liners staan... moving toward happiness. Mm-hmm. Toch? Mm-hmm. Ja, dat is de grote vergissing. Oké. Vanuit hoe ik kijk. Hè? Ja, dus we gaan lekker pittig hebben. Dus ik heb respect voor wat jullie zeggen. Nee, maar het gaat even om de discussie. Ja? Ja, ik zeg, geluk is waar je vandaan komt. Geluk is waar je vandaan komt. Ja, de wortels. Het is de mind. Kijk, voor mij de definitie van wat is geluk. Ik kan er een paar antwoorden op geven. Eentje is, geluk is een beslissing. Oké. Mm-hmm. En geluk is de energie waar je vandaan komt. Dus geluk is niet wat daar is en dan. Geluk is wat hier is en nu. En dat is mijn beslissing. Of jou is het jouw beslissing. Of jou is het jouw beslissing. Dat is een besluit. Ja, maar je had het over een light switch, als het ware. Laat ik dat er even bij. Ja. Maar het is dus ook iets innerlijks, als het ware. Het zit in jezelf. Het is... Ik zal even twee dingen. Ik laat je een tekening zien. En misschien is het handig als jij vertelt wat je op de tekening zit, hè, voor de luisteraar die het beeld niet heeft. Het is een bekende meme. Ja, we laten het als je kijkt, dan zul je het ook zien. De bus is maar dat. Maar het is een bus en één mannetje zit links van de bus en die kijkt naar buiten en die ziet een mooi landschap en die is heel blij. En een ander mannetje die kijkt, die zit links van de bus, maar die is verdrietig, want die kijkt naar een cliff waar ze langs rijden. Een cliff, een cliff, hè. Maar ik ben blij dat het een cliff gaat. Hij niet. Ja. Ik geef jou een cadeautje. Ja. Want een van de leuke dingen is natuurlijk cadeautjes geven en cadeautjes krijgen. Dus jij mag dit uitpakken. Oeh. Zal ik zo... Dus even schudden om te kijken wat het is. Ja. Maar dan zal ik... Moet ik hem openmaken? Ja, maar maak hem maar open in de tussentijd. Kijk, dit plaatje wat jij nu beschrijft en wat sommige mensen in het scherm zien, is voor mij de essentie van... Ik heb geen mooier plaatje over geluk gezien na 10 jaar dan dit. Het pakt het in één beeld. En wat voor mij daar staat... is het leven is als een bus, mm-hmm. een metafoor. Een bus gaat rijden en waar de bus ook rijdt, er is altijd een schaduwkant en een lichtkant. Geldt ook voor het leven. Er is geen leven zonder schaduw, zonder licht. Er is geen moment zonder schaduw, er is geen licht. Er is geen vriend zonder schaduw, zonder licht. Maar dat is niet aan ons. Hè? Dat is gegeven, er is schaduw en licht. Ja. Wat ik kan kiezen, wat jij kan kiezen, wat jij kan kiezen, is welke kant kijk ik op? Ja. En dat maakt geluk. Want als ik naar de schaduwkant kijk, ga ik meer naar de donkerte. Als ik naar de lichtkant kijk, ga ik meer naar het licht. Ja, dus het optimisme als het ware. Ja, ik zeg maar gewoon licht. Optimisme is alweer een woord. Ik zeg, je kunt... En dat, hè, wat heb jij als cadeautje gekregen? Want dan maken we het bruggetje meteen. Ik heb een lichtschakelaar gekregen. Ja, pak hem maar uit. Yes. Want dan ga ik hem meteen aanzetten. Ja. Even kijken. Kijk, want wat er in die bus gebeurt... Eigenlijk achter je ogen zit een soort knopje... En dat knopje is als wat er hierin zit, in dit pakje. Dat is een knopje wat je aan of uit kunt zetten. Ja.
Op het moment dat jij je innerlijke lichtknop, zoals ik dat noem, aan hebt staan, is de wereld mooier, leuker, aantrekkelijker, warmer, liever, et cetera. Op het moment dat ik hem uitzet, is die grauwer, mistiger, vervelender, et cetera. Ja. Die knop is voor mij. Ja. Voor mij is geluk het vermogen, voor mij is het geluk de beslissing om de lichtknop zo vaak mogelijk aan te hebben staan. Zo simpel is het. Want hij gaat af en toe ook weer uit. Ja, ik zal even... Als de batterij op is. Kijk. Ja, kijk. Oh, wacht. Maar... Ja, kijk. Oh, kijk eens. Nou, maar dit, ik doe hem wel dan... Ja, doe hem aan. Doe hem dan wel zo, ja. Dan steek je toch wat leuker in het gesprek. Ja, maar je moet hiermee laten zien hoe je je voelt. Dus als hij zo meteen iets zegt waar je niet blij mee bent... Dan precies. Ja, precies. Ja, als je dan zelfs zegt van, oh nee. Nee, hier was ik het niet mee eens. Maar voor mij, weet je, is ik ben zo blij dat ik na al die jaren... Dankjewel voor het cadeautje trouwens. Ja, alsjeblieft. Alsjeblieft. Ja, een stuk mooier dan het boek, of niet? Op ja, toch? Ja, we hebben net alle boeken opzij gelegd. Voor mij, ik ben zo blij dat die beeld van die bus tegengekomen ben. Ik ben zo blij dat ik heel toevallig in een winkeltje in Deventer deze lichtknop tegenkwam. Ja. Want met deze twee dingen kan ik het hele verhaal vertellen. Dit is alles wat er over geluk te vertellen valt. Heb je knop aan of heb je knop uit? Ja. En de knop is van jou. Het aanzetten van de knop is eigenlijk het moment waarop je van de donkere kant van de bus naar de lichte kant van de bus gaat. Klopt. Ja. En dat gebeurt elke seconde opnieuw. Dus niet zoiets van, ik ben vandaag gelukkig. Nee, vandaag bestaat uit duizenden secondes. Ja. Nee, ik kan nu naar jou kijken en het mooie inzien. Ik kan binnen seconden iets zien wat vervelend is. Ja. Maar dat heeft niks met jou te maken. Ik zet de knop om. Maar is die knop zo simpel om op te zetten? Of, want ik kan me ook voorstellen dat je soms zo diep in de shit zit... dat je misschien... Dat het misschien een hele zware knop is om om te zetten. Niet, dat is niet de excuus om hem niet om te zetten natuurlijk, maar... Ja. Nee, dat is een geweldig interessante vraag. Het is ongelooflijk eenvoudig. Hij staat namelijk aan of uit. Mm-hmm. En het aan of uitzetten is ook heel eenvoudig. Elk kind weet wat ik bedoel. Soms is het heel lastig om bij die knop te komen. Maar dat is niet dat het ingewikkeld is. Dan heb je het gewoon even lastig om bij die knop te komen. Ja, en is dat een training? Moet je jezelf daarin trainen? Ja. Ja, die knop valt te trainen. Dat is de grote ontdekking. Die knop valt te trainen. Ik zal je zo vertellen waarom. Want dat is de oplossing. Want als wij voor elkaar krijgen dat alle mensen op de planeet deze knop gaan trainen... en elke dag blijven trainen, wordt de wereld lichter. En mensen die een lichtknop aan hebben zijn leuker, socialer, jovialer. Alles wat je wilt in de mens en de medemens. Dus ja, ik gun gewoon dat wij het voor elkaar krijgen dat mensen zo vaak mogelijk... Hè, ik ben niet van ontkende schaduw, dat is iets anders. Hè. Dus er is schaduw. Mm-hmm. Maar je keuze is hoe lang kijk ik naar de schaduw en wanneer kijk ik naar het licht... En wat bedoel ik met de lichtknop aan hebben? Dat is zien wat goed is. Kun je zeggen dankbaarheid, maar ik laat die woorden maar weg, want dan krijg je wel andere discussies, filosofie. Ja, je wil niet in de clichés treden. Dan krijg je de concepten en dan gaan we daar weer bomen over opzetten. Maar het is eigenlijk in alles wat er is, zien wat goed is en zien wat mogelijk is. In plaats van zien wat niet goed is en zien wat onmogelijk is. Ja. Dat is, het is kijken. Het is een knop achter je ogen. Letterlijk een knop, bijna letterlijk. Voor mij is het vrij letterlijk. Ik kan het bijna voelen. Dat je de knop omzet. We zeggen dat ook in het Nederlands, hè? Zet de knop om. Ja. Ja. En ik werk ook lang met dit verhaal, ook met bedrijven. Bijvoorbeeld met die bus werk nu met bedrijven die zeggen van... joh, die praten in deze term van... hey, zitten we vandaag aan de goede kant van de bus, jongens? En dan hoeft niemand meer... Dan gaat niet over geluk. Het woord geluk wordt niet genoemd. Of dankbaarheid of wat ook. Ja. Oh ja, nee. Oh, weet je, knop om. Ja. Ja, of hoe is het met je lichtknop? Staat die aan of uit? Dat is een heerlijke taal. Dus vanaf nu gaan we je busman of knopman noemen. Ja, precies. Maar laat mij maar lekker geluksman blijven. Nee, maar ik zou het heel fijn vinden als de hele wereld ging praten in dit soort termen. Omdat die niet beladen zijn met al die academische ballast. Ja, en het maakt ook niet zo heel veel uit wat ze nou echt daadwerkelijk betekenen. Het zijn meer metaforen inderdaad, ja. Maar voor mij, leven is een bus. Welke kant zit je? Welke kant kijk je op? Ja. Lichtknop aan, lichtknop uit. Ja, dat is veel praktischer insteek. Het is zo eenvoudig. Ja. Maar ik zou zeggen dat het misschien... En niet beladen. Ja? Op individueel niveau waarschijnlijk makkelijker is. Maar als je doel is de hele wereld gelukkig maken. Ik denk dat de reden is dat geluk vaak op een soort van externe manier wordt bekeken. Als in het zit in externe omstandigheden. Is omdat dat denk ik makkelijker te realiseren is in de wereld. Je kan makkelijker zorgen dat iemand, denk ik... dat bijvoorbeeld een land... een beter onderwijs heeft. Omdat je kan zorgen dat iedereen daar zijn knop omzet. Terwijl als je er echt over nadenkt, is dat helemaal niet makkelijker. Kijk. Daar gaan veel meer middelen en zo naartoe natuurlijk. Ja, maar dan leg je als het ware de verantwoordelijkheid bij de ander. Ja, wat niet iets slechts is, maar wel iets moeilijks.
toch is de verantwoordelijkheid bij iemand anders leggen niet slecht? Nou, zijn eigen verantwoordelijkheid bij zichzelf leggen. De knop is van jou. Ja, precies. Kijk, verantwoordelijkheid wordt weer filosofisch-ethisch. Raak niet naartoe, hoor, met jullie. Wordt weer een ingewikkelde discussie. Oh, ja. Maar het interessante is... jij zegt dat het makkelijker is om het onderwijs te verbeteren... dan mensen een lichtknop te laten trainen. Ja, ik bedoel niet zo letterlijk concreet... maar meer als in daar kun je soort van... dat kun je monitoren bijvoorbeeld. Ja, precies. Maar dan, dat is de grap wat we allemaal doen. We gaan sleutelen aan dingen die we kunnen monitoren... waar we aan kunnen sleutelen... die nauwelijks effect hebben op geluk. Ja, nee, ik ben het helemaal met je eens. We gaan een conditie sleutelen. Ja. Ja. Ja, maar daarom zeg ik dat is hoe het als het ware gaat, omdat het makkelijker is om te doen. Ja, tot vandaag. Het is makkelijker om over te praten misschien. Ja, nou, dat sowieso. Maar dat is comfortzone. Ja. Het is veel comfortabeler om over geluk te spreken als een sociaal onderwerp, maatschappelijk onderwerp, academisch. Daar kunnen we uren mee vullen. Ja, ja. Maar heb je daarmee de glimlach in een straatje in Rio de Janeiro verhoogd? Heb je daarmee... Want dat is een ander besef. Het enige wat we hebben, het enige wat wij hebben... wij hier nu met z'n drie aan tafel en de luisteraar thuis... is dit moment. Mm-hmm. Er is niks anders dan dit moment. In dit moment kan ik beslissen, lichtknop aan, lichtknop uit. Jij ook. Er is geen morgen. Er is geen straks. Morgen straks is een gedachte vanuit nu. Dus wat de grootste kostbaarheid die wij hebben... is in elk micromoment, zoals ik dat noem... heb ik mijn lichtknop aan of heb ik hem uit... En als ik iemand tegenkom, want het is ook... kan ik iets doen, waardoor jou... er komt de lach al. Nee, waardoor ik die knop bij jou aankrijg. Ja. Ja. Als dat de vraag is die wij continu hebben... staat mijn lichtknop aan, wat heb ik nodig om aan te zetten? CQ, staat jouw lichtknop aan, kan ik iets doen... dat jij makkelijker aankrijgt? Want licht is... Dat vind ik het mooie van de metafoor van licht. Licht is besmettelijk, hè? Op het moment dat ik straalt het af op jou. Ja. Jouw lach is mijn lach. Mm-hmm. Direct besmettelijk. Ja. Gewoon via de spiegelneuronen en alles. En de energie. Dus daar zit geen omweg van ik moet dingen regelen of condities of weet ik veel. Nee, op het moment dat ik lach je ook al. Mm. Dat is zo fascinerend. En licht is oneindig. Het is een mooi spreekwoord van... een kaars kan duizenden andere kaarsen aansteken zonder zelf minder te branden. Oh, zo, het is prachtig. Ja, ik heb wel zo'n filmpje gezien. Nu, misschien is het stom dat ik dit erbij haal, maar dat is voor mij zo'n metro. En waren gewoon vier mensen die begonnen gewoon met lachen. Ja. En dat dan opeens de hele metro gaat lachen. Gewoon omdat het aanstekelijk is. Super aanstekelijk. En licht en geluk zijn super aanstekelijk. Ja. Niet het concept geluk, maar gewoon een vrolijke blik, een vrolijk oog, een glimlach, een vriendelijk woord. Dat zijn echt de grootste cadeaus die we hebben. Maar als je iemand... laat lachen in de metro. Garandeer je daarmee dan ook dat hij gelukkig naar huis gaat? Nee, maar wel dat hij dat moment lacht. Wel, ja, gewoon echt alleen op dat moment. Ja. Verder heb je niks te zeggen. En heel veel meer kan je ook niet doen. Nee, de kans is groot dat die lach doorgaat. Want het is zo'n ripple effect. Ja, ja, ja. Dus de kans is groot. Nee, niks te garanderen. Maar ik weet wel dat ik dat moment iemand een glimlach heb gegeven of whatever. Maar hoe zorg je ervoor dat bijvoorbeeld, je zegt Rio de Janeiro, hoe zorg je ervoor dat iemand bijvoorbeeld in de favelas daar zijn lichtknop aanzet? Heb jij... Dat kun je eigenlijk vrij weinig aan doen, toch? Nou, ja, nee, dat klopt. Maar ik heb wel iets waardoor hij er, of zij er iets aan kan doen. En hoe, wat dan? Ga ik je vertellen. Maar daarvoor een vraag. Oké. Aan jou. Jou, het was heel ik begin bij jou. Ik begin bij jou dit keer. Oh. Ja. Als je nou kijkt naar de afgelopen 24 uur. Ja. Wat is één ding waar je van genoten hebt? Gewoon een dingetje, een momentje. Ja, ik ga nu zeggen. Ik had een... heel lekker stukje kaas gegeten vanochtend. Uit het vuistje. Dat alweer niet, maar... Ja, dat vond je echt lekker. Ja. Deed je goed. Ja. Wat voor kaas? Als Gruyère. Ah, oké. Okay. Okay. Mooi, mooi, mooi. En jij? Moet het echt een specifiek moment zijn? Een momentje. Whatever. Klein, groot, maakt niet uit. Maar gewoon iets waarvan je zegt, nou, daar kreeg ik een glimlach van. Vond fijn. Ja, ik heb vandaag eigenlijk alleen maar geleerd. Maar ik moet wel zeggen... maar pak één momentje eruit. Dus gewoon echt, ik bedoel een... Ja, dat dan waarschijnlijk heeft dat met vanavond te maken met de podcast. Ik vond het gezellig. Ik vind het nu, heb ik naar mijn zin. Oké, nou dat zijn al twee. Leuke hond. Ik word blij van als ik hond zie. Dat is onze hond, ja. Skibbo. Op beeld. Ja, fantastisch. Nou ja, voor mij, want ik bedoel... Ik heb vanmiddag ontzettend lekker gepraat met Talia... van Essen, die hier in jullie podcast is geweest. Aan de waterkant, onder een boom, in de wind. Dus daar heb ik enorm van genoten. Goed, ja, dat was echt heel erg goed. De vraag is hierbij, wat gebeurt er als je dit vertelt? Wat jij vertelde? Ja, dan haal je het moment weer terug. Aha, ja. Het moment weer terug. Wat gebeurt er als jij het hem hoort vertellen? Dus over de kaas.
Ja, nou, ik zou zeggen, hij creëert dan soort van dat moment voor mij om mee te leven. En wat gebeurt er bij jou? Dan krijg ik honger. Dat is onverwachtste, ja, mooi. Nee, geintje. Nee, maar ja, precies. Ik beleef het ook. Ja. Dit gebeurde bij jou. Ja, ja, dat ligt eruit. Dan had ik maar kaas. Ik hou niet van gruyère, nee. Dus, nee, maar dit is de magic. Dus wat jij doet, en dit, hier komt ook mijn antwoord op jouw vraag. Wat jij doet is, ik vraag jou, wat was goed vandaag? Ogenblikkelijk gaat jouw zoekmachine, een soort Google zoekmachine, gaat naar... Hey, je moet dan wel even gaven. Maar ja, maar uiteindelijk kom je op best wel veel hoor. Daar niet het van. Komt wel. Maar het is eigenlijk een soort zoekopdracht à la Google. Ja. De vraag is, wat was goed vandaag? Komt er eentje. Ja. De kaas. Op dat moment ben je een stukje gelukkiger dan voor de vraag. Even, toch? In dat moment. Big smile, kaas is er weer. Je proeft het weer. Je ziet je ogen glanzen. Gewoon weer. Ja, toch? Ja, weer. Eindeloze kaas. Dat is één. Eindeloze kaas. Dat is wat in de gelukskunde, positieve psychologie, dat is eigenlijk... Als je die hele gelukskunde, positieve psychologie, alle auteurs, want ik heb natuurlijk toch ook wel veel gelezen, ooit. Uiteindelijk zegt, het is de dankbaarheidsoefening. Wat was goed? Mm-hmm. Ja. Dat is het succesnummer van de positieve psychologie. Er gebeurt nog iets. Op het moment dat jij hem hoort over zijn kaas, of ik, dan krijg ik ook een big smile. Omdat het gewoon zo leuk is om te zien hoe jij glanst als het over de kaas gaat. Ja, want dat licht op. Is besmet. Dus ja. jij, jouw energie stijgt, jouw licht stijgt. Maar mijn licht, doordat ik deelgenoot word van jouw verhaal, stijgt ook. Dus je hebt in één moment, zo simpel is het, hè? Eén moment, de vraag, wat was goed vandaag? Jouw licht gaat aan, je deelt het, mijn licht gaat ook aan. Dat is magic, dat kunnen we wereldwijd gaan doen. Ja. Als wij wereldwijd gaan zeggen, we gaan elke dag één moment pakken. Elke dag één moment... Nee, één moment op elke dag onszelf de vraag stellen, wat was goed vandaag? Dat werkt al. Het antwoord opschrijven, dat werkt overigens nog heel goed. Of vertellen, dat werkt ook heel goed. Mm-hmm. En vervolgens ook nog delen, dus met een ander vertellen, dan heb je 3 in 1 klap. En de 3 in 1 klap is, want dit is de techniek die ik one good thing noem. Hè. In de positieve psychologie heet het 3 good things. Dat is een tongtwister. 3 good things. Zo heet de techniek, hè? Dat is bijna de succestechniek van het Gratitude Journal, de dankbaarheidsdagboekje. Ja, die hebben we vaak voorbij horen. Ja, precies. Ja. Maar, en Leo Boormans bijvoorbeeld. Ja, Leo Boormans, Thalia zit er ook in. Ja, ja, dat is gewoon een paradepaardje van de positieve psychologie. Alleen wat ik nou zo, waar ik dan weer radicaal de andere kant op ga is, waarom blijft die techniek bij voor jezelf opschrijven? Want dat doen de meesten. Dan hou ik het voor mezelf. Wat ik zeg is, nee, als je het nou opschrijft en deelt, dan heb je 2 vliegen in 1 klap. Mm-hmm. Eigenlijk is de vraag, is het jouw moeite waard om 3 minuten per dag, 3 minuten per dag, meer is niet, iets te doen waar je mee je eigen geluk vergroot en verduurzaamt, mm-hmm. een ander een glimlach bezorgt en uiteindelijk ook nog wereldvrede dichterbij brengt. Is dat de moeite 3 minuten waard? Ja, dat is wel meer dan 3 minuten waard. Nou, dan zijn we het daarover eens. Heel goed, dat weet ik niet hoor. Dat weet je zo wel uit. Misschien, ja. Ja. Die wereldvrede, daar heb je geen minuutjes voor. Nee, maar de rest wel, ja. Dus wat ik gemaakt heb is, en dan heb je zeg maar mijn sleutel waarvan ik echt heilig in geloof dat die de potentie heeft om de wereld te veranderen. Mm-hmm. Niet ik, maar de techniek, mijn verhaal, is schrijf elke dag 1 ding op. Deel het met mensen die betrokken zijn op jou, die dat ook doen. Daarmee vergroot en verduurzaam ik mijn eigen geluk. Want als ik dit elke dag doe, dan gaan de banen in mijn hersenen veranderen. Want als je dit elke dag doet, 30 dagen lang, je gaat anders kijken. Weet je, je krijgt een andere bril. Ja. Je hersens worden positiever getuned. Nou, dus je gaat steeds meer zien wat goed is. Je gaat steeds minder zien wat niet goed is. En op het moment dat je iets ziet wat niet goed is, ben je steeds sneller in het corrigeren van ja, maar waar steek mijn aandacht in? Mm-hmm. Het heeft een duurzaamheidseffect. Want weet je, als je dit echt een tijdje doet, je hersens veranderen letterlijk, ook echt letterlijk, hè, onder de scanner. Okay. Ja. Doordat ik het deel, vermenigvuldig ik mijn licht met mensen die ertoe doen voor mij. Hè, ik heb niet over delen op social media met 1000 mensen die ik niet ken. Nee, delen met mensen die ertoe doen. Dat vind ik heel belangrijk. En op het moment dat we dat met z'n allen doen, en we doen het elke dag, dan zijn er steeds meer mensen op die aardbol, als ik zie ineens de aardbol verschijnen, bij wie het licht steeds vanzelfsprekend aanstaat, komt er een betere wereld, wereldvrede, et cetera. Mensen zijn socialer, maatschappelijker, betrokkener. Dus dat is het. Dus ik heb de techniek ontwikkeld die ik nu vertel. Maar ik heb ook het platform ontwikkeld, technisch, om dit te doen.
er een speciale app voor gebouwd die alleen maar hiervoor bestemd is, ja. Die app. Ja. Zodat iedereen waar op de wereld nu kan de app downloaden. Hij is gratis, Siberië, Mongolië, oude Pekela, maakt niet uit. Druk op de knop, je hebt de app en je bent begonnen. Ja. Maar zou je zeggen, want... Ja? Ik had altijd verondersteld, hoe zeg je dat? Ik had altijd verwacht dat concept waar je het over had, bewust worden en dankbaar zijn, dat soort van iets is wat vooral nodig is in bijvoorbeeld Nederland, waar al een bepaalde soort van niveau van welzijn verondersteld is. Ja. En omdat wij een soort van niet echt bewust leven, als het ware. Mm. Maar zou je zeggen dat het ook in bijvoorbeeld derde wereldlanden een oplossing kan bieden? Want ik zag het juist altijd voor iets wat meer in het Westen belangrijk zou moeten zijn. Dat wij meer stilstonden. Maar jij ziet echt dat dit echt de oplossing is. Dat de hele wereld hier gelukkig van kan worden. Nou, de oplossing is een andere. Oplossing? Ja. Het lost iets op. Het voegt iets toe. Het voegt meer licht toe aan de wereld. En daarmee krijgen we een betere wereld. Daar ben ik van overtuigd. Okay. Daarmee zijn we niet klaar. Er is nog meer te doen in deze planeet. Maar dit is mijn aandeel. Ja, precies. Ja. En volgens mij, tot het tegendeel bewezen is, is het universeel. Het meeste onderzoek zegt het werkt voor iedereen. Zelfs kleine kinderen, weet je, die moet je speels aanbieden. Misschien niet met de app, maar als je een kind 's avonds voor het naar bed gaat vraagt wat was vandaag leuk, dan valt het met een glimlach in slaap. Ja, de kinderen hebben daar geen moeite mee. Nee. En ik denk dus ook dat het niks te maken heeft met cultuur, denk ik. Hè? Voor zover ook de onderzoeken er zijn, heb ik het niet gelezen. Ze hebben het zelfs onderzocht bij, om maar even aan de schaduwkant te gaan zitten, bij depressieve mensen. Die worden niet daardoor gelukkig, maar ze schuiven wel op naar iets minder depressief. Snap je? Komt iets meer licht. Het is op zijn minst wat goed. Goed begint het halve werk. Nou ja, het is natuurlijk een schaal. Je gaat niet van inkt zwart naar de hemel. Ja. Je schuift op. Dus ik ga ervan uit dat het... Maar... Inderdaad, een leuke ervaring voor mij vertellen. Diep van binnen weet ik wel dat ik daar dan weer vrolijk van word. Ja. Maar wat weerhoudt men er eigenlijk van om dit al gewoon te doen? Ja, omdat je het nog niet tot gewoonte hebt gemaakt. Ja, het is echt een kwestie van gewoonte. Het is hetzelfde als tandenpoetsen. Ja. Ik bedoel, wat maakt dat je tandenpoetsen? Je hebt het zo vaak gedaan. Ja, dat het gewoon... Gedwongen zelfs, hè, in het begin. Ja. Dat je nu denkt van ja, maar als ik mijn tanden niet gepoetst heb, ga ik niet lekker naar bed. Nou, dat is dit ook. Ja. Het is net zo vanzelfsprekend als tandenpoetsen. Even één moment per dag. Ik doe het al bijna 10 jaar nu. En ook tuurlijk sla ik een dag over, uiteraard. Ja. Maar ik ga eigenlijk niet naar bed zonder dat ik even een moment heb genoteerd voor mezelf van dit was goed vandaag. En dat ik het gedeeld heb in de app die daarvoor gemaakt is. Want dat vind ik leuk van de app. Daardoor vermenigvuldig je het. Ja. Eindeloos. En de app is grenzeloos. Dat is een magische wereld. Ja. Niet boeken, dat is allemaal begrensd. Workshops, dat is allemaal goed, hè? Ik heb geen oordeel over boeken en workshops. Maar even in mijn ambitie kun je de hele wereld bereiken. Zijn dat trage media. Mm. Maar het lijkt me wel dat het beter werkt als je de persoon ziet waarmee je dit doet. Ja, dat heeft zeker effecten. Maar ja, dat kun je niet elk moment regelen. Het leuke daarom. Ik zal nooit zeggen, ik maak er ook nooit een of-of van. Maar het leuke van een app is, die heb je altijd op zak. En je kunt het zelfs midden in de nacht doen. Maakt niet uit, weet je. Dus We moeten... Zal ik de weddenschap Ja, precies. Dat wil ik zeggen. Maar er zat drie soort van stappen die we willen doorlopen. Ja. Maar we hebben natuurlijk ook een tijd. Dus wat is de weddenschap? Weddenschap. Ik ben ervan overtuigd dat wat wij gemaakt hebben... Ik zeg steeds ik, maar ik doe het samen met Bert, mijn compaan in dit verhaal, Bert van Dam. En met een community die er al heel actief aan bezig is. Dus die moet ik even wel noemen. Maar het is een persoonlijke podcast, dus ik blijf het zeggen. Ja, ik snap het. Hij heeft ook de Happy We heb je het. Happy We, ja. Happy We, één woord. Sommige mensen horen dan Happy Me. Nee, Happy We, met de B van wij. De M omgedraaid. Ja, precies. Heel goed. En ik ben ervan overtuigd dat dit de meest kansrijke sleutel is tot een wereld van meer geluk. Sterker nog, ik durf te wedden met jullie... En durf te wedden met elke luisteraar. Mm-hmm. De eerste luisteraar die bij mij komt... Okay. En die een idee heeft dat meer potentie heeft... om de hele wereld gelukkig te maken... krijgt van mij 1.000 euro. Gewoon, kom maar op. Maar dat is wie wel, is de jury? Dat zou wel, goed zijn, toch? Wat? Als in, is dit zo van... je zegt, dit is het beste idee, er is niks beters... of is het juist ook om mensen te stimuleren? Ja. Want stel je voor, er is een beter idee dan de app... dan zou dat wel mooi zijn. Ik heb altijd gezegd, kijk, ik ben echt heel enthousiast over mijn idee... en ik wil ook wat dat betreft niet te doen als een soort ego. Het is niet mijn idee. Ja. Het idee is in mij geland, weet je. Dit heb ik niet bedacht. Ergens loop ik te wandelen en komt er iets... Pff, pff,
Ja. Waar komt het vandaan? Ja, dat is een idee, een idee kun je niet bezitten. Nee. Maar goed, ik ben wel degene geweest die het gepakt heeft en die het gemaakt heeft. Dus in die zin, ik ben er razend enthousiast over. Ik zie de potentie, want we werken al 10 jaar mee. Ongeveer 60% van de mensen die er langer mee werkt zegt, ik zie meer geluk in de dag. Dat is een hele interessante formulering. Niet ik ben gelukkiger of ik heb meer geluk. Ik zie meer geluk in de dag. Ja. Heel interessant. Ja, echt wat inzicht. En iets, nou, het is de blik. Het is de bril waardoor je kijkt, de lens. Dat is eigenlijk waar het over gaat. En 10% zegt, ik sta anders in het leven. Dat is nog geen wetenschappelijk onderzoek met 30.000 mensen. Wat ik graag zou willen, maar wat ik niet kan doen. Ja, maar weet je, dus het werkt. Ik merk het voor mezelf. Ik merk het aan de mensen om me heen. Je brein verandert. Dus in die zin, het staat. Ik ben tot nog toe van overtuigd dat het beste idee is. Ik heb ook altijd gezegd, geldt ook voor Bert, de eerste beste die bij mij langskomt, die zegt, ik heb een beter idee, kansrijker idee, dan stoppen we. Of gaan we samenwerken, maakt niet uit. Maar ik bedoel, ik zit niet aan dat ik wil bewijzen dat mijn idee het beste is. Ja. Maar ik wil wel langzamerhand, dat wil ik zeggen. Of je hebt 2 goede ideeën, dat kan ook door blijven gaan. Ja. Maar wat ik zo ongelooflijk zou willen, is dat we nu eens met een hele grote massa mensen zeggen, zullen we het idee nou eens gewoon eens in de wereld zetten? Zullen we nou gewoon eens zeggen, dit gaan we doen? Ja, dus dat we massaal een lichtknop omzetten. En massaal gaan dus onszelf gaan trainen, de lichtknop gaan trainen met die app, want die is er nou eenmaal. En natuurlijk ook live, hè. Het is niet echt of-of. Ja. Maar er zit een wereld, want over wereldvrede, hè, het is wereldwijd. Er zit ook een World Happiness Café in. Dus je kunt het met mensen willekeurig door de wereld. Nou, hoe fantastisch is dat als we dat voor elkaar krijgen? Maar moeten we ook zorgen dat iedereen een telefoon heeft? Ja, nou, maar dan zijn we toch al aardig op weg, hè? Dat is waar. Dat vind ik natuurlijk de magic van een app en de onbegrensdheid. Waar ook ter wereld. En heel veel mensen hebben al een tegen de tijd dat we er zijn, hebben die andere mensen ook wel. Of bestaan helemaal geen smartphones meer, weet ik veel. Daar zeg ik niks over. Maar voor mij dus. Ja, precies. Dus kom met een idee van wat beter is. Wat is beter? Ik kwam ineens 3 woorden langs. Haalbaar, betaalbaar en schaalbaar. Okay. Dus haalbaar, ja, weet je. Mag een idealistisch idee zijn, maar krijg het voor elkaar. Betaalbaar, ja. Je kunt zeggen, geef iedereen op de wereld 5 ton. Ja, leuk idee. Als ze al daar gelukkig van worden, maar dat gaan we niet betalen. Ja. En schaalbaar is, ik wil, en dat, daar zit ik echt op. Ik wil echt die hele wereld. Nee, niet ik wil. Ik wil dat de hele wereld bereikt wordt. Ja. Ik wil niet de hele wereld bereiken. Ik wil dat de hele wereld vaker die lichtknop aan heeft staan. Dus weet je, ik daag je uit. Maar van de andere kant denk van alle mensen die bezig zijn met geluk. Als je dan denkt, ja, dat idee is wel heel erg goed. Laten we dan daar de schouders onder zetten. Dat is dan de tegenprestatie natuurlijk. Ja, wij hebben het vandaag gedownload. We hebben er al 1 momentje in gezet vandaag. Dus we gaan kijken of wij er ook gelukkiger van worden. Ja. Nou, nee, dat is, ja, voordat we het op de hele wereld gaan toepassen, is kijken of het werkt op ons. Ja, precies. Ja, het is ook, durf je erin te geloven dat iets wat echt maar 3 minuten kost, en eigenlijk minder, zowel je eigen geluk vergroot en verduurzaamt, je medemensen glimlach bezorgt en wereldvrede, wereldverbinding. Ik vind wereldvrede wel een aardig woord in dit geval, dichterbij brengt. Dat zijn 3 vliegen in 1 klap, hè? Ja. Ik duurzamer, jij vrolijker, de wereld een betere plek. Nou, als dat in 1 handeling kan, ja, ik krijg er kippenvel van. Omdat, denk je, ja, hoe simpel kan het zijn, jongens? Ja. Hoe ingewikkeld gaan we nog doen? Dus we zullen het zien. Ja, dat is de weddenschap. Dus mensen weten me wel te vinden. Nou, wat is stap 3? Maar wij hoeven helemaal niks te doen deze podcast. Je hebt de hele structuur op bepaald. Maar want we zitten een beetje met de tijd. Hoe lang tijd hebben we nog? Nou, eigenlijk zijn we nu klaar. Maar we kunnen nog even doorgaan naar het laatste waar we het over wilden hebben. Oké. Even kijken. De blessuretijd. Is er werkelijk al de tijd om? Oké. Bijna. Ik zal nog 1... bijna, oké. Dat is de scoop van het verhaal of het nieuws. Ik ga het stokje doorgeven. Oftewel, deze geluksman gaat ermee ophouden. Oh. Niet met geluk, daar ga je natuurlijk nooit mee ophouden. Ja. Maar ik ben de creator en de schepper van dit hele verhaal, van het concept van The One Good Thing, van de app Happy We. Ja. Ik heb het gebracht tot wat het is. Dat wil zeggen, alles kan beter, maar een sterk verhaal, uitgeplozen verhaal, een werkend platform en een community die actief is. Dus dat staat er. Ja. En het wordt tijd dat andere mensen het gaan overnemen. En dat heb ik op januari 2024, dus nog ongeveer 1,5 jaar. Mm-hmm. Dat is toevallig ook het moment dat ik 70 word. Denk, nou, dat is ook weer tijd voor mij om weer eens een nieuw tekenvel voor me neer te leggen. En ik wil heel graag, ik heb dit samen met Bert nu 10 jaar gedragen en nog af en toe een paar andere mensen.
Ik wil het overdragen. En ik ga er echt mee stoppen. Dus het is niet zo van... Weet je, het is goed dat het op andere schouders landt. En misschien wel een andere generatie die het over gaat nemen. Het is zoals je zei, je kan niet twee van die stokken tegelijk vasthouden. Als je... Nou, ja... Nee, dat zou kunnen, maar het is ook een beetje levensfase. Ik denk dat voor mij, ik zei al, om de 14 jaar, in die zin klopt wat je zegt, om de 14 jaar is weer tijd voor iets anders. En ook het zien van mijn eigen beperking. Ik vind iets moois gemaakt, hè? Ook als ik het hoor van andere mensen, want dat is natuurlijk veel belangrijker. En ik denk dat het goed is dat er andere wind gaat waaien die de potentie erin zit, dat wereldwijd, want dat heb ik niet voor elkaar gekregen, die dat gaat waarmaken. Dus ik... Ik ben ontzettend open, daarom vind ik het ook heel grappig, want ik weet natuurlijk nooit wie dit hoort. Als iemand zegt, van, nou, of een partij zegt, of van, nou ja, maar hier ga ik mijn schouders onder zetten, welkom. Ja. Want je hebt nog niemand op het oog? Nee, absoluut niet zelfs, niemand. Nee, laat maar komen. Ik gooi het universum nu open, van, ik ga stoppen. Ik heb dat in mijn leven geleerd, dat je af en toe heel helder moet zijn tegen het universum. Dan en dan ga ik ermee stoppen. Ja. En mijn verlangen is... Het wordt van mijn schouders gehaald en het stokje wordt overgenomen. Ja, of niet, dan stopt het. Dat zou natuurlijk heel sneu zijn, maar dat is niet mijn verlangen. Nee. Dus dat is even een duwtje. Dat is onverwachts, maar... Ja, is ook onverwachts. De geluksman in rusten. Ja. Nou, de drager van Happy Wee in rusten. Okay. Snap je? Ja, geluk blijft nog wel een belangrijk thema. Dat zit in mijn DNA. Dus je gaat niet opeens zo... Ik blijf coachen en ik blijf trainen. Ja. Dus dat, bij deze, ik vind het best spannend om te zeggen. Er zijn een stuk of 5 mensen in mijn omgeving die het weten. Ja. Maar nu weten meer mensen, ook mensen die ik niet ken. Dat is echt gek. Ja. Maar ja, weet je, de oproep aan het universum is... Neem dit stokje over en maak het tot wat het kan zijn. Ik geloof dat het heel veel kan zijn. Je hebt geen moeite met de keuze? Dat is gewoon helemaal content? Is een proces van een aantal maanden, misschien wel van een jaar. Zo langzaam. En dan heeft het ineens een punt en dan is het oké. Okay. Ja. Dan is het gewoon... Het is goed om... Je moet af en toe ook iets afscheid nemen van iets, toch? Ja, dat is waar. Er komt hier af en toe een foto langs van onze hond. Die is pas overleden. Oh. Fantastisch beest. Ik bedoel, ik kijk naar de foto met heel veel plezier. Ja. Maar ja, weet je, soms laten dingen los. Dus ja, dat vind ik... Heel bijzonder om dat via deze... Ja, dit kanaal tegen jullie te zeggen. Ja, we zijn ook wel vereerd dat je dat via ons kanaal naar buiten wil brengen. En we zijn benieuwd waar het schip uiteindelijk strandt. Ik hoop dat het niet strandt. Nee, oké, maar op een mooie plek strandt. Ik hoop dat het gaat vliegen. Ja. Dat het juist gaat vliegen. En dat is wat ik zei, want toen ik las van jullie ambitie, denk ik... jullie hebben de energie om je heen hangen. Dat vind ik, los van dat ik nog niet de ins en outs ken van waar jullie mee bezig zijn... Maar jullie, het is meer dan ik kan zien. Satanistische organisaties. Ja. Nee, maar jullie hebben echt daadwerkelijk een wereldwijde ambitie. Ja. En wat ik leuk vind is jullie combineren oud en jong in generaties. Ja. Nou, en ergens in die mix gaat dit ook zitten. Ik ben oud, Bert is iets minder oud, maar toch ook in de generaties, bij de oudere generatie. Nieuw bloed, wij hebben gedaan wat we konden tot hier. Het is goed dat er nu een nieuw bloed in komt. Nou, top, ja. Zal ik nog een verhaaltje voorlezen? Ja, is dat waar je mee wil afsluiten? Dat zou een mooie afsluiter zijn. Ja, dan sluiten we af met een verhaaltje. Of wou je nog iets, even iets zeggen? Nou, ik wilde naar het voorwerp gaan, maar... vliegt die tijd. Het is wel... Nou ja, het voorwerp wat ik wou meenemen is dit. Oh, oké. De lichtknop. Ik dacht dat het contentement... Contentement had ook kunnen, maar dus dit is echt het voorwerp. Het tweede voorwerp zit hier onder mijn sjaal. Dat is een kettinkje waar de naam van Mirk op staat. Oh, ja. Dat is mijn geliefde die voorbij komt. Maar daar ga ik in deze podcast niks over vertellen... omdat ik dan begin te huilen van liefde. Ah, oké. Okay. Dus, ja. Nou, vertel maar een verhaaltje en dan sluiten we daarmee af. Oh, oké. Okay. 2 verhaaltjes voor 1. Nou, eentje die... Doe het graag. Doe er maar 2. Doe er 2. Eentje wat ik mij heel erg aansprak. Kijk, we hadden het ook al over... voordat we begonnen met over bescheidenheid en zo. En over boeken en grote namen. William James, volgens mij begin 20e eeuw... die heeft op een bepaald moment dit gezegd. Ik lees nu voor. Ik ben klaar met geweldige dingen en grote plannen. Geweldige instituten en grote successen. Ik ben voor die kleine, onzichtbare, liefdevolle, menselijke krachten. Die werken van individu naar individu. Die kruipen door de kieren van de wereld als kleine worteltjes. Of als het doorsijpelen van water. Maar die, naarmate de tijd verstrijkt, het grootste monument van de menselijke trots zullen creëren. Dat is... is zo uit mijn hart. Ik ben zo van niet van de grote namen en de beroemdheden. Ja, en ja. Alles wat schreeuwt en zichtbaar is. Volgens mij bestaat de wereld uit
Die kleine stille krachten die elke dag, weet je. En dit vind ik wel een heel mooi verhaal, ook over hetzelfde boekje uit de Zen. Een man kwam bij het oversteken van een veld een tijger tegen. Hij vluchtte. De tijger achtervolgde hem. Toen de man voor een afgrond kwam te staan, wist hij de wortel van een wilde klimplant te grijpen en slingerde zichzelf over de rand. Boven zijn hoofd snoof de tijger naar hem. Bevend keek de man naar omlaag, waar ver beneden een andere tijger stond te wachten om hem op te vreten. Alleen de klimplant hield hem tegen. Twee muizen, een witte en een zwarte, begonnen heel langzaam de klimplant door te knagen. De man zag vlakbij een heerlijke aardbei. Hij hield zich met de ene hand aan de klimplant vast en hij plukte de aardbei met de andere hand. Wat was die lekker? Ja, mooi. Ja, ja, nou heel erg bedankt. Ja, jullie. Enorm bedankt. Ik vind het echt zo vet om dat tegen jullie te vertellen. Ja, die vind ik hartstikke gaaf. Ja. Maar wat vliegt die tijd, man. Ja, dat gaat super, super snel. Dat is altijd. Dacht dat we nog in de intro zaten. Zo goed zeker. Ja, nou heel erg bedankt dat je langs bent gegaan. Ik vond het een mooi gesprek. Dankjewel. Leuk dat je hebt gekeken of geluisterd naar deze aflevering van de Podcast of Hope. We hopen dat je ervan hebt genoten of misschien zelfs geïnspireerd door bent geraakt. Iedere zondagochtend om 10 uur komt er een nieuwe aflevering online op Spotify, YouTube en al je andere favoriete podcastkanalen. Ook kun je ons vinden op www.podcastofhope.nl. Tot ziens en veel geluk. De wereld waarin we leven biedt nog geen gelijke kansen. Voldoende eten en drinken. Een adequate opleiding. Goede gezondheidszorg. Vrede en geluk is niet voor iedereen weggelegd. Maar stap voor stap wordt het beter en zijn we op weg naar een utopische samenleving waarin iedereen zijn of haar leven als goed kan beschouwen. Het is een lange reis, maar we zijn op weg. Podcast of Hope. Moving Towards Happiness.